Ja, wij zijn eigenlijk het laatste ambachtelijke bedrijf die nog sigaren maken op de manier zoals het voor de oorlog eigenlijk gewoon was. Dat doen we niet alleen uit nostalgie, we doen het ook met het besef dat het ambachtelijke produceren van sigaren ook mooiere smaakpatronen oplevert. Ja, ik ben de derde generatie die dit bedrijf nu runt. Helaas is mijn vader vorig jaar overleden, dus mijn nestor die ben ik inmiddels kwijt. Ik heb van mijn vader best wel veel geleerd, eigenlijk alles geleerd wat bij het vak hoort. Mijn vader was een erg goede sigarenmaker, maar dat is te leren. Maar de man had ook erg scherpe smaakpapillen om de juiste tabaksoorten te weten te herkennen en de juiste combinaties te weten te zoeken. Tot op het laatste moment heb ik altijd overlegd met hem wat de juiste keuzes voor inkoop zouden zijn en dergelijke. Dus op dat gebied mis ik hem erg en is het ook, ben ik erg blij dat ik hem dat ik zo'n goede leermeester heb gehad. De machines en de spullen die we hier hebben staan, ja, de machines zijn bijna het meest moderne en inmiddels is dat ook dus eigenlijk wel 65 jaar oud. Maar de persen en de mallen die zullen rond de 100 jaar oud zijn. En daardoor proberen we en beogen we eigenlijk ook een van de beste sigaren van Nederland in ieder geval te kunnen maken. De vulling van de sigaar, dat noemen wij het binnengoed. En dat zijn snippertjes tabak die afkomstig zijn uit drie landen. Te weten Cuba, Indonesië en Brazilië. En die melange is dan ook het kenmerkende van elk bedrijf die bepaalt wat de verhoudingen en wat de kwaliteiten zijn die je verwerkt. En dat is dus hier ook het geheim van de smid. En dat is een melange die al door mijn opa is gemaakt en die we nog steeds hanteren. De toekomst weet je natuurlijk nooit. Maar zoals ik het nu op dit moment zie, dan zie ik mezelf nog wel heel wat jaartjes doorwerken. Dus als alles blijft lopen zoals ik het voor ogen heb, dan hebben we over 4 jaar ons 100-jarig bestaan. Dus dat is toch ook wel een mijlpaal die niet alle bedrijven kunnen opnoemen.